ICT'ers, consultants en managers. Het was de bedoeling om daar een veel minder geld uit te gaan, aan te gaan geven. Maar een record is gebroken. In 2022 werd er 2,7 miljard euro uitgegeven aan personeel van buiten. Dat staat in een rapport van het Rijk zelf. De Volkskrant die schrijft er deze ochtend over. Het budget is inmiddels bijna 3 keer zo hoog dan 10 jaar geleden. Er werden voor lastige thema's zoals de coronacrisis en de stikstofcrisis veel mensen van buiten gehaald. Daar zit dus een deel van die stijging in. Maar het lukt de overheid in deze arbeidsmarkt ook maar heel moeilijk om goed personeel aan te trekken dat voor de overheid wil werken. Ze moeten concurreren met het bedrijfsleven bijvoorbeeld als het gaat om technische mensen. En dat is, blijkt dus moeilijk in de praktijk. De Tweede Kamer die is al jaren tegen die explosieve stijging van deze uitgaven. Ze worden dus ook steeds hoger. Dus ja, met dit nieuwe record zal er ongetwijfeld wel weer een debat aankomen. Ja. Het klinkt ook ergens een soort zonde dat die mensen niet gewoon in huis zijn, toch? Ja, aan de ene kant is het wel goed dat je die adviesbureaus hebt, want die geven toch meer een onafhankelijke blik op jouw werk, hè, terwijl je zelf een beetje in die molen zit. En dat geeft wel een verbreding, maar soms worden ze ook gewoon gebruikt als hele dure vervanging van arbeidskrachten die je zelf niet hebt. Ja. En dan betaal je gewoon 2-3 keer zoveel voor iemand die ook zelf in dienst had kunnen hebben. Ja. En dat is wel zonde. Zonde van dat geld, hoe dat uitgegeven wordt.